Nee, hallo iedereen, het is vandaag zaterdag en toen ik gisteren en eergisteren zo aan de zee was, hebben ze hier een pakketje geleverd. Want ik had shoptegoed gewonnen van een webshop, Redbag. En ik ga nu het pakketje unboxen. Wat ik heb besteld, een plantje om zelf te, ik weet niet of het sirup stelt, een plantje om zelf ze te laten groeien, want dat stond op mijn Day Zero projectlijst, mijn lijst met 101 doelen, dus dan kan ik daar gaan planten en kan ik weer een doel afstrepen. En ik heb ook nog besteld. Oei, ik moet even de kerstrol inlaten. Oké, dus het tweede item dat ik had besteld is een scratch map. Wil het ook niet scherp stellen. Ja, voilà. Dus waar je dus die schouwt. En dan moet je dus krassen waar je al bent geweest. Dus dat ga ik nu even doen. Dus zo ziet de map er gewoon uit. Dus ja, goudbronsachtig. En nog niet gekrast. En nu ga ik krassen. Dus ja, ik ben benieuwd hoeveel landen ik ga kunnen kleur geven. Hallo iedereen, het is vandaag zondag. Ik heb vandaag mijn album van Barcelona Mama, ik heb vandaag mijn album van Barcelona uitgekust. Mijn wat van Barcelona? Album. Fotoalbum? Ja. Opgeruimd. En ik was gisteren ook mijn vlog vergeten af te sluiten, maar ik ga dus nu mijn plantje planten. Ja, en het is de soort plant. Staat er misschien van binnen op? Ja, dus dat ga ik nu doen. Dus ja, dan spreek ik jullie straks weer. Ik heb lekker gegeten en gisteren heb ik dus die landkaart gekrast en ik heb wel redelijk veel bestemmingen al bezocht in Europa. Ik denk 10 landen of zo van de 28, dus dat is bijna de helft. En nog niks buiten Europa, maar hopelijk gaat dat snel gebeuren. En mijn eerstvolgende bestemming is Berlijn met school, waar ik heel veel zin in heb. En mijn tweede volgende bestemming, als je dat zo zegt, is Noorwegen. Waarschijnlijk voor een internationaal project dat ik ga kiezen als keuzevak op school. Dus ja, en bedankt voor het kijken naar deze weekendvlog. En tot snel.